Ik ben niet Avant Kostjes en ik ben niet Mark Marie Huibrecht. Welkom bij Mark Marie en Aaf vinden iets. Hoeveel sterren geven wij? Lang leven de liefde. Ja, kom maar in. Uh, deze week we gaan over lang leven liefde hebben. Lang leven liefde is een, uh, een SBS programma en dat programma um, dat is elke avond. Ja. En um, dat gaan we recenseren. Ik ik was al wel een klein beetje uh, uh, langer op het spoor van uh, lang leven. Jij bracht het in als onderwerp? Ik bracht het vrij pijnlijk in. En uh, dat is. Uh, nou ja, ik ben benieuwd. Ben heel erg benieuwd wat jij ervan vindt. En, um, want ik. Ja, ik ja, ik, ik, ik kan niet veel zeggen erover, maar ik ben... Het is, het, is, het is zeg maar een datingprogramma. Het is een datingprogramma, ja. maar dan gaan we dus allemaal uitleggen. Ja, uh, helemaal uh, van A tot Z gaan we het uitleggen. Ja, hoe dat met daten gaat en als je al ouder bent en zo. Dat is ook namelijk zo leuk van het programma. Maar goed, daar gaan we het straks allemaal uitgebreid over hebben. Dan gaan we natuurlijk, um, daar hebben we een uh, roddelblad. Roddelblad moet ik heel eventjes waarschuwing voor geven. Ik ben opgelicht door de jumbo. Niet. Ik ben opgelicht door de jumbo. Was gisteren was ik bij de Jumbo en uh, daar lag dan het uh, blad, uh, dit privé samen met de story in één. Dus dat kan je niet loskopen, dan moet je met twee kopen. En dan denk ik: nou ja, prima. Kom thuis, is het de oude? Maar maar er... Ja, roddels, weet je. Nee, dat ja, is van dan. alle tijden, maar het is wel een beetje flauw. Nou, ik vind het slecht van de Jumbo, ja. want als er nieuwe komen, dan moeten ze die oude eruit halen. En dan moeten ze de nieuwe, de, de, de nieuwe roddeltjes erin, erin leggen. Hebben. En nu is het tot en met 19 januari. Dus de wereld ik... ziet er alweer zo anders uit. Ja, dus dat vind ik van echt niet goed van de jumbo. Nee. Dus uh, deze Boeien is... Uh... Jumbo. boe jumbo boe jumbo En um, hoe was jouw week verder? Uh, nou, mijn week was een beetje chaotisch... aangezien we in de thuisonderwijs, thuiswerk, oh, ja. thuis alles zitten. Maar um, ik zag een... Uh, een um, op Instagram is een hele leuke tekeneres, die heet Ross Chase. Ken je die? Die tekent voor de New Yorker. Die maakt hele mooie, hele raar, beetje kriebelig tekeningetjes. En ik volg haar al heel lang. En zij, zij uh, schreef uh, onder een tekening dat ze hoorde zeggen op de tv... en nu komt de president met een uh, aankondiging. En toen schrok ze zich helemaal rot. En toen dacht ze ineens, oh nee... Het is Biden. Oh ja. En dat ja. vond ik heel. Dat, dat, ik had wel midden in de week zo'n soort. Ik bedoel, ik woon niet in Amerika. En uh, het, is, weet je, het heeft niet direct effect op mij. Maar ik vond het wel een hele leuke week wat dat betreft. Met ja, die hele inauguratie. Ik vond het gewoon mooi. Ja, Ik heb er wel echt van genoten, moet ik zeggen. Heb jij helemaal gekeken? Uh, ja, ik heb de inauguratie helemaal gek, maar ik heb niet dat concert weet je, er wat oh, nee. dat, dat boeit me dan even nee. niet meer. Maar wel dat, en, en wat ik dus heel mooi vond eigenlijk, wat ze voor mij altijd mogen doen, is mensenmassa vervangen door een heleboel wapperende vlaggen. Ja. Dat, hey, ik, ik ben niet zo van de vlag hoor, maar niet. dat wapperen, dat had echt wel wat. Ja, en zoveel. Ja, dat vond ik te gek. Ja, dat vond ik ook mooi gedaan, ja. En, ja. Ik, en, ik, en ik, vond ook, uh, ik ben dan heel erg altijd op zoek naar uh, menselijke, de menselijke. De niet-vlacht. Ja, nou, nou ja, dat wat er niet-vlacht. Uh, ik, ik, ik vond bijvoorbeeld weer Obama weer superleuk tegen iedereen. En, en liep je nog even toe, maar lood zeggen, even uh, naartoe en zo. Zo'n gezelliger. Ja. Ja, dan denk je, en op... iedereen wil natuurlijk ook dat Obama even naar hem toe ja. komt. Of zo, dus je voelt heel erg, weet je wel. Dus ja, wel dat is gewoon een magneet. Ja, ja. dat is wel gewoon het leukste kindje van de klas. Dus ja. iedereen wil daarbij horen. Dus dat vind, ik, ja, dat vind ik dan toch altijd wel weer heel bijzonder. En dat ze Mike Pence dan wel tolereren, maar dat ja. niemand daar heel gezellig tegen doet dus nee. zo. Maar ook terecht, want ja. sinds, sinds een niet week of zo was hij ineens... Klopte hij niet ineens, maar daarvoor was, klopt hij natuurlijk voor geen meter. Zo'n nee, vervelende meeloper. Ja. Nee, dus dat uh, vond ik, nee, nee, ik, 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 ik... Maar hoe vond jij... Um, hoe heet die countryzanger nou ook alweer? Garth hele... Brooks. Ja, to, toen ik, ik merk toch dat ik anders ben gaan denken. Want uh, Garth Brooks was heel populair toen ik in Amerika studeerde. Oh mijn god, non-stop stond die man aan. Uh, en blijkbaar is hij nog steeds best populair... Ze had hem wel opgebeld van we hebben ook nog een witte oude lul nodig. Natuurlijk. Voor de line-up van de artiesten. Nee, ik denk dat het. Ik, ik, want hij was heel last meer het ingeschakeld. Ja, maar Guy Brooks is eigenlijk. Die was ont dat was echt de populairste zanger ooit ja, in Amerika. Die het heeft gewoon mee. Ja. Toen is hij. Uit de Limelight gestapt. Hij is met Trisha Yearwood getrouwd. Trisha Yearwood is, is een country zangeres. Zij zijn getrouwd. Zij, zij hebben zich eigenlijk teruggetrokken bijna. Zij, hij, hij gaf geen oh ja? zetten meer en zo. Dus dat Garth Brooks nou terugkomt om een keer te zingen, is heel bijzonder. Het is een politiek statement ook wel, misschien. Ik denk zeker ja. dat, dat ze daar rekening mee hebben gehouden met wie ze uitnodigen. Maar ook. Dat hij, um, dat hij nu terugkwam om weer een keer te zingen. Ja, is wel dat, bijzonder. Maar wat, 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 hij ging ook meteen weer naar Obama. Ja, dat, dat, dat vond ik dus erg. een beetje... Um, nou ja, dan, dan zie ik het ineens in termen van privilege. Dat ik denk, iedereen ging heel netjes een box aan elkaar geven... en dan verlieten ze het de podium weer. Ja. Maar hij ging die, al, die, al die prominenten ja, af. Ja. En huggen en kussen en zonder mondkap. En dan denk ik, ja... Eh, dat is dus niet de bedoeling, Garth Brooks. Hij komt nooit ergens. Nee, hij leeft dus onder een steen. <laughs> hij weet helemaal niet van corona. Hij heeft geen idee meer van. Er zitten van, al die mensen hier met rare lapjes over. Ja, hun dus hij heeft sowieso helemaal geen idee meer van. Uh, van behoorlijk of netjes. Of, nee. Uh, nee, hij woont het is gewoon, ook een countryman. Ja, daarom. Hij woont waarschijnlijk ja. dus ja. in de bossen ergens en, en zij eten met hun handen. Dus uh, voor, voor hem was het wel weer leuk om een broek aan hem te hebben. Dus ja, hij, onder te ja, <laughs> ja, onder de mensen. Ja, onder de mensen. En daarom was hij zo dol. Want als hij daar weg was, dan was hij ook meteen met de auto terug het bos in. Dus ik denk wel dat dat ja, anders is. Was dan, een attractie voor hem? Ik merk dat wel. Dat, dat ik ben bijvoorbeeld. Ik ben dus misschien wel leuk om te vertellen. <laughs> Vertel. Ik weet niet of het leuk om te horen is, maar het is zeker leuk om te vertellen. Ik ben cabaretier en ik ben altijd alleen op, te, op, te, op ja. het toneel, zeg maar. Dus als, ik, als er wel eens... Ik ben niet van feestjes, maar soms moet je ergens naartoe of zo. Of dan is er een bijeenkomst van iets, weet ik van wat, weet je wel. Dan is er iemand... Ja, een, dood, jubileum. Is er een jubileum. Een ja. jubileum, is bijvoorbeeld een leuke reden. Ik heb niet echt veel vrienden in de cabaretwereld. Cabaret maar goed, stel dat ik een vriend heb, dan vind ik... Ik vind altijd heel heel al Oh, ik heb, een keer, nee, ik heb een keer op een belpanel gezeten. voor. pak een beet. Clinic Clowns. Nee, nee niet Clinic Voor iets anders. Maar het was wel iets was heel ergs gebeurd in de wereld. Ik ben even vergeten wat het was, want het was heel lang geleden. Het was heel lang geleden. Maar goed, toen zat ik. ben ik nog vergeten allemaal nummers op te schrijven. Die oh, dat is helemaal hooploos. niet goed. Hopeloos. Maar. Desalniettemin was het wel leuk. Want ik kwam wel mensen tegen die ik nooit tegenkom. Oh, en dat, dat bedoel ik wel leuk. Ja. Om, daarom vind ik Ranking the Stars uh, uh, leuk om te doen omdat daar zit je gewoon heel de hele dag met mensen die anders nooit zal ontmoeten een wilke begrip uit de sterren samenleving eigenlijk ja, ja. Uit een, een beetje een typische ding en dat vind ik hartstikke leuk dus ik vind dat, daarom doe ik dat op programma's wel eens, omdat ik gewoon leuk vind om andere mensen te zien ja en daarom heeft Garth Brooks misschien meegedaan ja. aan de inauguratie van, ja dan zie ik weer eens iemand. En Trisha zei doe het nou zei ze dat is ben je een van de mensen dan ben je een van de mensen dan heb ik ook een middag je even een uitje het bos voor mezelf <laughs> alleen dus uh, daarom was het denk ik ja kijk denk het ook. Zo zag het er wel uit. Iemand die losgelaten ik, in Mijn week? Oh, waar je weet van mijn week. Nou, heel graag. Nee, nog even over dat belpanel. Ik ben ergens achtergekomen. Ik ben, ik ben altijd van: de, je kan de wereld verdelen in dat soort mensen, dat soort mensen. Ik heb nu een nieuwe, nieuwe verdeling gevonden. Er zijn mensen, ja, er zijn natuurlijk mensen die, er zijn natuurlijk heel veel mensen die helemaal geen vaatwasser hebben. Hoor. Dus die moeten dan eventjes niet meetellen. Maar. Um, uh, ik, 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 er zijn mensen die de vaat zo in de vaatwasser zetten en er zijn mensen die alles afspoelen. Ja. En, waar, en ik gok ik jou op zo alles erin pleuren? Bijna wel, behalve als het lasagne is. Pfff. <laughs> Dus heel ik, precies. op jou op alles afspoelen, alles afspoelen. Alles afspoelen. Maar ik en, ik en ik en ik en ik kan er ook helemaal niet tegen zien iemand bij mij op komt lo 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 logeren en dan zie ik iemand iets zo erin zetten. en ik Denk ja, maar dat is toch hartstikke vies. Nee. En ik snap dat het niet helemaal schoon de vaat was er in de hoef, nee, maar niet met maar bijna, de, bijna wel er nog op. Ja, maar voor mijn tante, goken over wie ik het vorige week heb, ja. die spoelt het zo bizar goed af. Dat het gewoon schoner is dan waar, hoe het bij mij in de kastjes staat. Dat is op zich niet. Uh, ik spoel het af met afwasmiddel ook. Ja, dat heet dus afwassen. Het is bijna af. Nee, nee, maar dat is ook zo. Dat geef ik ook eerlijk toe. En toen laat zei iemand tegen mij: Oh, dan moet je trouwens. Dat is wel, ik vind het heel leuk als, als mensen iets in, in, in de, um, als recensie eronder zetten. En ook wel eens reageren op heel op leuk. De, vind ja, superleuk. En uh, laat ze uh, Dus als mensen... Want laat zij iemand tegen mij... Ja, je moet het vuil aan blijven uh, laten zitten. Want anders heeft het middel niks om vast te pakken. Oeh. Beetje zoals coronavirus met zijn uitsteeksels. Ja, dus dan je, gaat je moet dat juist. Weg. Want anders dan heeft hij geen hand. Ja, en de het recht is helemaal <laughs> los. Dat lijkt echt niet waar. Nee, dit is een smoes van mensen <laughs> zoals ik. Die gewoon bergen met gehakballen er nog op de in de, de app. Dan dus lasagne. Nee, da da daar trek ik echt de grens. <laughs> um, over recensies gesproken... Um, ik wil nog even over dat lesbisch vallen nog hebben. Maar dat oh ja. is even een ander, een ander zijpaadje. Maar dat was ook een reactie. Zeker. En we, we, zijn, we vinden het zo lief dat jullie allemaal recensies ja, plaatsen. Kennelijk uh, besmetten wij mensen op een gunstige manier... met het geven van recensies. Wij recenseren dingen en die mensen recenseren Om, ons ja, die dingen recenseren. Ja. En dat, daar zijn we echt heel dankbaar voor. Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ja. Um... Wil je er een voorlezen of zeg je van nou... Verzin het er zelf maar bij. Nee, want er zijn. Er zijn uh, uh, nee, want dat is altijd een heel klein beetje koketterig, vind ik. Ja, om vind te ik zeggen: goh, je zijn hartstikke leuk. Dan. Ja, leuk, zijn jullie te gek? Ja, maar ik, ik wou nog even hebben over rea twee reacties die ik kreeg op mijn zus. Ik vertelde vorige week: Mijn zus was eerst lesbisch en toen werd ze hetero. Ja, hé. Hey. Nou, kan. Uh, bleken mensen niet te weten dat dat kon, uh, want die waren van: Nee, nee, je snapt het niet. Je, je kent je eigen zus niet. Ze is biseksueel. Is niet zo. Mijn zus was lesbisch. En toen werd ze hetero. Ze viel niet meer. Echt op een opvouwen. andere bus gestapt. Andere bus, ja. Je moet het zien als twee bussen. Uh, dat is een mooie vergelijking. Ja. Maar toen zei jij net in de gang. Ja, maar ik ken iemand die lesbisch is gevallen. Nou en, ja. En toen zei ik: Kan je dat even bewaren? We zetten nu het bandje aan. Wat is er toen gebeurd? Nou, het was zo. Er was, een, er was een man en een vrouw die waren getrouwd. Zij was hetero. Hij was hetero. Er werd er helemaal niks in de hand, zeg maar. Uh, dus uh, zij, uh, hij, zij had niet één procent in zich dat ze wel eens dacht: God is wel een mooie vrouw. Of uh, die, die, die zou ik wel eens uh, de borst willen zien. <laughs> nou, dat is toch? Oh, even tussendoor, dit wordt volgens mij... Ja, maar dat komt omdat hier ook soms een sekspot komt. Ja. En... Ik ben nu helemaal daardoor beïnvloed. En dit is ook zo'n onderwerp, waar zoveel... Ik, ik, ik hoorde laat iemand, die was transseksueel. Nee, die hoorde ik. Ja, dat hoorde ik trouwens wel. Die was transseksueel. Die was, transseksueel. Die was van... Even, dan moet ik even goed zeggen. was van vrouw naar man gegaan. Zeg maar. Er was een vrouw en die was naar man gegaan. En uh, toen zij een vrouw was, zij was Amerikaanse. Zat zij wel eens in de metro en zag ze, een, uh, zag ze een vrouw. Want zij, zij, zij viel op vrouwen. Uh, zag zijn vrouw en dacht ze: Goh, wat een mooi meisje. Wat, wat zou er lievelingsboek zijn? En uh, wat zou er lievelingskleur zijn? En was ze helemaal erover aan denken en zo. Toen ging ze in de transitie, toen kreeg ze allemaal testosteron. Ja. En nu zegt ze: Als ik een meisje in de metro zie, ik denk nooit meer. Wil ik, ik wil alleen maar zeggen. Ja. ik denk nooit meer van wat zou er lievelingsboek zijn. Hoe keers! Vind maar ik... grappig, dat zei Maxime Februari ook: hè? die eerst dus ja. maar je lijf Die zei bijvoorbeeld: die liep vroeger gewoon langs een rode sportauto. En toen hij nog een vrouw was, dacht hij van, auto. Ja. En nu loopt hij langs zo'n... Zo wow, een, een, een mooie sportauto. Dat is zo Dat is toch wonderlijk? Ja. Ja. Maar goed, dus die vrouw, die was dus uh, getrouwd gewoon. Die was hetero. Die, die lag gewoon met de man gewoon in bed en zo. En die deden het. Dat was gewoon een gezond seksleven. Helemaal prima. Toen was een, een avond. Toen uh, werd hij wakker s'nachts. En toen voelde hij zo naast zich... Want, uh, dat, <laughs> ze was ook al weg Nee, oh, nee, helemaal niet. Nee, maar toen voelde hij niet, was, was niet Toen was ze niet. En, en hij, 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 hij riep haar. En, toen ging hij haar zoeken. Toen lag ze in de, in de badkamer. Was ze gevallen met haar hoofd tegen de hoek van het bad aan. Oh, jezus. En toen lag ze zo. Dus nou, hij, haar verzorgen en meehelpen. Daar, en toen is ze lesbisch gevallen. Dus toen, de, toen daarna was ze gewoon, hield ze alleen nog maar van vrouwen. Wow. En daar heeft ze nog anderhalf jaar tegen gevochten. Want ze ja, dacht, ja, hoe kan dit nou? Ja, nee, maar zij dacht ook, wat gebeurt er nou met mij? Hoezo is dit... Nou, zij geloofde, gewoon, zij geloofde het zelf gewoon helemaal niet. Nee. En uh, toen, na uh, anderhalf jaar heeft ze eraan toegegeven... en nu heeft ze een hartstikke gelukkig lesbisch bestaan. <laughs> en we gaan naar lang leven de liefde. Ja. Inderdaad, nu je het zegt. Weet je, een harde overgang, maar ook weer niet. Ik, ik, het is zo leuk, want ik heb dus. Een, ik kan dus ook uh, zeg maar een aanknopingspunt nu hebben met dat hele verhaal van die vaatwasser. Oh. Ik heb een fragment oh. uit Langlevende liefde. Oh, en dat leuk. gaat over de vaatwasser. Ook graag. Wil je het even horen? Ja. Het duurt maar 17 seconden hoor. Oh, je hebt de vaatwasser helemaal niet aangezet gisteren. Ik dacht dat jij dat zou doen. Nu dan wel oh, Ik vind die geur En dat is na. Dan zitten die mensen net Nog. een halve dag ja. met elkaar in dat huis. Ja. En dan heb je het gesprek wat je normaal gesproken na 15 jaar huwelijk met elkaar hebt, ja. toch? Ja. Er moet een van de mensen die het nooit hebben gezien. Ja, ga, even, jij uitleggen. Het even in? Het is een programma. Het, is, het, het, het lijkt in. Het is een soort uh, heavy uh, first dates. Want uh, mensen gaan samen in een uh, appartement. Daar moeten ze dan vier, Zij worden gematcht door, door, door het SBS. programma. Door SBS. Ja. En dan uh, moeten ze 24 uur sowieso bij elkaar blijven. Na 24 uur mogen ze besluiten om er uh, nog 24 uur aan vast te plakken. Dat mag dan vijf keer. En als je vijf dagen volmaakt, dan heb je een match. En dan mag je in een. Heel leuk hotel, geloof ik. Ja. Maar dan mag je in een hotel voor een weekend, hartstikke leuk. Genre. Maar wat, zo, wat ik er zo heel interessant aan vind, is dat er, er zijn zoveel dingen die uh, aan menselijk gedrag zeg maar, opvallen. En dat mensen zichzelf zo ook. Je, je kan namelijk niet 24 uur spelen. Dus nee. je, je, je leert mensen echt kennen. Ja, ja. Ik, vind het, ik geniet zo erg van dat programma. Ik snap dat heel goed. Het is echt dating plus, want tuurlijk kan je in een, in een date in het first dates café wel even leuk doen. Ja. Maar dan als je naar de wc moet en gaat slapen en maar het, het is soms zo gênant dat ik soms moest schreeuwen. Ik ook. Echt waar. Ja. Ik zat met mijn koptelefoon op en de rest van het gezin probeerde ook tv te kijken naar iets anders. Het is zo so cringe. Ja. Want je deelt van zeg dan iets. Oh zeg God. dan. Ja, of zeg niets. Of zeg niks of hou je mond. Oh en, want er zijn God. van die mannen die dan, dat vind ik altijd zo grappig, ze hebben dan ook van die vragenpot. En als dan het gesprek stilvat, kunnen ze een vraag. Ja, pakken. En, en dat gebeurt er, nog. Dan, vaak. Nou ja, dat gebeurt best vaak. En het is best leuk voor die vragen. Maar er is er bijvoorbeeld een vraag bij. Laat, deze week was er een, een meisje en een jongen... en dan was de vraag van... welk cijfer zou je mijn uiterlijk geven? Met de, ja. En dan probeert zo'n jongen... die zegt... nou, wel een acht, zegt hij dan. Dat is natuurlijk geen goed antwoord. Nee, altijd tien plus, plus zeggen. Dus er mag geen licht meer zijn... tussen de <laughs> allerbeste. En, dus toen zegt zij, maar hoezo, wat kan er dan verbeteren? En dan zie je die jongen denken... nou, zegt hij, nou, iets sportiever misschien... Ja. En dan zegt zij: Vind je me dik? Ja. je me dik? Zegt hij: Nee, maar um, oh, er moeten moet kilo's af bij mij. Zegt hij: Nee, maar gewoon misschien iets uh, gestroomlijnder of iets, die, iets ja, gespierder. gespierder. Ja, dat is natuurlijk niet nee. wat een vrouw wil horen. Nee. En, en zo zit constant ook van die vraag: van, Zou je naar mij omkijken op straat? Zegt zo'n man, nee ik, zou... <laughs> nee, ik zou het niet doen. Nee, en ook wat, de vrouw, wat, wat een andere vrouw deed, het was niet eens met de vragenpot, maar dan, zei, dan begon zij al met een statement over zichzelf. Ze zei, ik ben natuurlijk niet de dunste. Oh ja. En dan zei die jongen heel onbevangen, ik denk, oh jongen, je hebt nog zoveel ja. te leren. Die zei, nee. En dan denk ik, nee, je moet zeggen, <laughs> ja, je bent de allerdunste vrouw die ik ooit heb gezien in mijn hele leven. Want nee, toen zei die, nee, maar je bent ook niet dik, zei die. Nee, maar je bent ook niet dik. En, uh, het het dus, nou, dan gaan aan. we straks dan in de hot tub. Want er is ook een hot tub wat ze dan ja. in kunnen, als ze dat willen. Dan uh, mogen ze daarin, zeg maar. Ja, dan gaan we straks in de hot tub wel zien en zo. Ja, het is, het is uh, opgebouwd uit moeilijke momenten. Maar wat ik heel erg leuk vind, van, en dat vind ik echt ook... daar vind ik SBS wel echt in te prijzen... is dat de voice-over sympathiek is. Ja, die is altijd positief. Ja, want je zou namelijk heel makkelijk bij zo'n programma kunnen denken... oh, dan doen we een beetje een soort uh, zijn voice-over, ironie. Dingen. En dat doen ze niet. Nee. Ze helpen zelfs als er iets naast wordt gezegd over iemand dan helpt de voice over het vaak om het toch nog sympathiek te maken dat vind ik superfijn van het ja programma. en wat ook grappig is in andere programma's als je elkaar uh, zeg maar moet afwijzen want aan het eind mag je steeds kiezen wil je ja. door naar de volgende dag dat of niet, niet. Ja. heb je vaak is je dan het moment dat de, soms zegt de vrouw dan bijvoorbeeld uh, nou, ik wil wel door. En dan zegt de man: Nee, ik wil nu toch echt wel naar huis. Maar dan gaan ze dus niet nog zo'n nagesprekje doen. waarin die man nog kan zeggen: Jezus, wat een kut. Wijf dat nee, precies. Weet je, ze, je ziet ze gewoon: volgen. je moet met een rolkoffer weer ja, dat het huis waar. verlaten. En wat verder niks. Ik, wat ik wel super onaardig vind van die mensen die in het huis zitten is dat, Ik zag laatst een vrouw en die zei: Nou, uh, de 24 uur zit erop. Uh, wil je uh, uh, verlengen of niet? Zegt hij Ja, begin maar, Nee, begin jij maar, zegt ja. ze. Nou, dus die jongen gaat zeggen: Nou, ik vind jou echt wel een leuke vrouw. En je bent, uh, ja, ik vind je wel knap. En ik, en ik voel ook wel een klik. En ik denk echt wel dat, het, ja, dat jij mijn vrouw zou kunnen zijn. Dan zegt die vrouw: Dus je denkt echt dat ik wel echt bij je hoor? Ja, dat denk ik wel. Ja. Nou, ik wil niet doen. Ja, ja, dat ja. vind ik gewoon super onaardig. Statistisch. Ik vind ja. degene die, die niet door wil, die moet als eerste zeggen. Je moet zeggen. eerst zeggen, absoluut. Ja, ja. Want dan gaat die andere gaat helemaal zo'n zo uh, boeket maken. Van oh, wordt het leuk ons leven ja. en zo. En dan gaat, ja, dat vind ik echt wel zielig. Dat is heel erg. En wat ik ook zo gek vind om te merken bij mezelf: ik vind mezelf best wel een uh, hele moderne feminist. Maar ik heb er dan, ze hebben maar één bed hè, waar ze ja. in kunnen slapen. En degene die dan uh, dat liever niet wil of zo, dan moet, je, moet er één op de bank. Ja. En heel vaak komt het dan zo dat de man in dat grote tweepersoonsbed gaat slapen, want de vrouw zegt vaak eerder van ik, ik wil niet zo gauw meteen met jou in één bed slapen ja. en dan is het van nou dan moet jij maar op de bank. En daar heb ik dan toch moeite mee, terwijl ik denk: "Ah, hallo 2021. Ja. Ja. Jij moet dan gewoon op de bank." Maar ik weet de man wel, op de bank moet? Je weet wel dat het 2021 is. Dat weet ik. Oh ja, maar ja want, want het is namelijk niet het, ik denk namelijk in heel de hele periode dat ik het kijk is het denk ik nou, twee of drie keer maar gebeurt dat de man zegt: ik ga in bed. Het is eigenlijk altijd dat die vrouw ervan uitgaat. Ja, de prinses, ik, ik kan ik mag niet mag in het bank. grote bed. Ja, I'm a delicate flower. Ik ja. moet natuurlijk op, op, in het bed. En ik vind het ook moeilijk om met iemand, want ik heb mijn kinderen beloofd, om niet samen in één bed. Ja. Dat vind ik ook al onze kinderen. Nou, maar het nou, is ik... mij ook best wel lastig om op de eerste avond met iemand waarvan je nog een beetje denkt: van... Uh, ik weet het allemaal niet. Meteen in de twee ja, ja, bed gaan ik... liggen. Dan moet je maar gewoon op de bank gaan liggen, Aaf, als je dat vindt. Ja, maar dat, want, ja, dat, ja, maar is dat dus vind ik dus zo raar aan dat... jou. Dat vind ik dus ook, ja. maar ik voel... voel. Ik zit meer in een 19e eeuws gevoel. En ja. ik denk als iemand die in de 21e eeuw leeft. Ja, je voelt postkoets. Ja, en, en ik denk. En je denkt trouwens Dat ik Michel Obama heb Ja. En dat weet dus je niet dus zo. niet. Nee, ik ben dan nou, ja. nog veel erger. Ja, die was best wel feminist. Ja, raar hè? Ja, dat vind ik wel raar, want ik zit namelijk met, met bijtsting te kijken naar die mensen die dan. Want er was laatst een jongen, nou laatst wel een tijd reden, en want ik heb NLZ, dus ik kan het hele seizoen terugkijken ja. vanaf januari zo ben ik begonnen. En uh, dus dan, dan uh, zag ik een jongen die zei van, wat jij ook doet, ik ga in bed liggen. Dus je mag ernaast komen liggen, je bent welkom. Of je moet boven de bank. Maar ik ga in ieder geval in bed. En dan zei de meisje: Oh, ik denk ik. En dan gaan ze sms'en. Want dat zie je dus ook. Ja, dat ze familie sms'en. En dan zeggen ze: Nou, hij is geen echte gentleman. Want ik moet op de bank. Maar zij vond hem wel daardoor leuk. Omdat hij een beetje haar uh, dominante uh, is. Ja, want dat vind ik ook zo erg om te zien. Dat heel veel vrouwen zeggen... ja, ik zoek eigenlijk iemand die me een beetje op mijn plaats kan zetten. Ja. Hoezo zoek je iemand die je op je plaats kan zetten? Ja. En die zoeken ze ook helemaal niet, hoor. Ze willen helemaal niet de hele tijd op hun plaats gezet worden. Nee. Tenminste... Nou, misschien praat je niet over die, voor van die mannen, zo, ik, ik zoek een pittige vrouw, maar daar ja. komt zo'n pittige vrouw. Ja, binnen, die is ja. helemaal kapot. <laughs> en er was laat ook een man? Van, ja, er zijn honderdduizend voorbeelden. Dus, eh, maar er was later ook een jongen die zei van, de eh, meisje kwam binnen, die zei van, goh, ik wil vanavond, eh, want dan moeten ze samen koken. Zegt ja, ik werk in een Mexicaans restaurant en dan vind ik ze heel erg leuk om Mexicaans te maken. toen zei die jongen, oh, ik had uh, gedacht om spaghetti te maken. Oh, ja, spaghetti carbonara kan ik heel goed maken. Zegt ja, maar ik wil Mexicaans. Ja, maar ik had me heel erg verheugd om spaghetti carbonara. Zegt zij, nou ja, oké, okay, dan doen we spaghetti carbonara. Dus we gaan. Ze een lijstje maken voor de dingen. Dan zegt hij: Oh ja, en één pot carbonara. <laughs> ja, dan, 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 dan kun je toch geen carbonara maken, Dat is zijn mooiste gegeven. <laughs> ja, hij kan het alle mensen die pot open maken. Maar dit, dat vond ik zo zielig. En zij ging dan gewoon uit zo'n pot carbonara zitten eten. Dat ja. hartstikke lekker Mexicaans kon koken. Maar goed, is dat wat geworden? Uh, dat is niks geworden. Nee. Nee. Maar het wordt toch best vaak wat. Dat ja. is toch ook wel bijzonder. En dat je denkt. Het ook vaak nee. heel rare. Want er was laatst een jongen die zei van... Uh, ja, ik geloof wel. Dat het, die had sowieso voor, voor haar een poes meegebracht. Nou, wie neemt haar een leven? Een levende kat, kat? kat? Als cadeau. Ja. En die was binnen vijf dagen ook dood. Ah. En uh, ja, die was binnen vijf nee. dagen dood. Ja, die kat was binnen vijf dagen dood. Een terminale uh, kat dat, als cadeau. De, nou, ja, Slecht die was al zo voor de helft dood. Was goedkope kat. Ja. Maar die was toch nog duur als hij zo snel dood. Daar hebben ze één dag plezier van gehad. Maar goed, toen ze s'nachts in bed hoorden ze: Die Kat! En toen zei zij tegen hem: Dat is waarschijnlijk zijn eerste haarbal. Nou, dat was niet eens, nee. Eerste het is een haarbal. De laatste. Hij heeft nu een haarbal gehad. En toen moest hij naar de dierarts en werd ze s'nachts gebeld. Ja, het is toch beter om in te laten slapen. Goed, dus dat had hij al gedaan. En toen vertelde hij ook nog, ja, ik geloof wel dat de wereld plat is. Oh, en toen zegt God. ze, dat is een grapje. Nee, zegt hij. Want Antarctica en zo, dat is gewoon een rand om die plaat heen, helemaal van ijs. En dus helemaal omheen. En daarbovenop zit een koepel. Ja, dat weet iedereen. En daar geloofde hij serieus. Dan zou ik niet met iemand denken, nou, laat het toch maar oh. vijf dagen doorgaan. En toch is het zo. Ja. Zij werden een, een stelletje. En gelooft zij nu ook dat de wereld plat is? Dat moet wel, om te ja, overleven. Ja, want word je natuurlijk een beetje moe van elkaar. Ja. Och, we moeten. Uh, ik hoor ik hoorde, ik de telefoon al. En jij krijgt het heel erg warm, hè? Ja, sorry. Nee, dat je is helemaal raam niet. Ik mijn naam heel op een keertje. Ik ben ook een vrouw in de overgang. Hè? Ik bedoel, ja, maar ik dat is heb ook het is gewoon even heel erg warm. Maar het is ook goed. En jij hebt ja. al in laagjes gewerkt. Ik heb al mijn laagjes uitgemaakt. <laughs> ik zit hier naakt. Dus ja. <laughs> ja, veel meer de... kan ik niet uit. Maar we moeten nu sterren gaan ja. geven. Um, nou ja, ja, ik moet zeggen, jij hebt me dus op dit spoor gebracht. Um, ik geef drieënhalve sterren. <gasps> Vind je weinig of veel? Ja, je het is weinig. Ja, maar dat komt omdat ik voel dat dit een programma is dat je of helemaal in je systeem moet krijgen. Want het loopt ook door per dag. Dus je moet eigenlijk dan de volgende dag weer kijken om te weten hoe het afloopt. Um, en dan denk ik: Oh god, dat kan ik er gewoon niet nog bij hebben. Oh, in mijn leven. Dus meer. Dus het is ook een ster eraf voor je leven gewoon. Ja. <laughs> en jij? Ik geef dit vijf sterren. Ik heb er zoveel plezier van. Ja. En wat ik ook nog een hele goede tip aan SBS. Ik vind dat SBS op zaterdag een programma moet maken. waarin je die week terugkijkt met diezelfde mensen. Ja. Die mensen die zichzelf hebben gezien. en gewoon vond je nou, waarom zei je nou dat en waarom zei je nou dat? Ik zou heel graag met die mensen nog willen praten. Ja. om, om oh, te vragen, man. maar waarom ging jij nou toch carbonara maken? als ja. je dat niet echt kan maken. En had je nou, vond je nou ook niet als je terugziet dat je jezelf. Snap je? Ja, dat en waarom heel, dwong je haar bijna om die hele snottige roereieren -ei te eten? Oh, maar die, maar even oh, co René, oh. maar die was echt wel gewoon uit hij, een boekje. Gewoon. Die hij had iets. Als, als hobby bondage. Bondage. Nou, hij had nou ergens, uh, uh, ik, ik geloof, uh, um, uh, hoe zeg je dat? Uh, uh, handboeien. Handboeien ergens ja. liggen, maar hij had, had hij had ook zelf wat speeltjes <laughs> geknutseld. Oh. Maar die lagen ongebruikt in er, zijn huis. Ja. Toen Was ik echt even helemaal van: ik moet even naar de wc. Maar... Hij had een hij had iets derde rijksachtig ja. over zich, vond ik zo'n zo driehoekige zit met nou. dan zo'n best wel lange oorbel en dat gedoe ja. doen met die bondage. En zij had een soort en, en Ibiza vibe, wat Een vermoeide Ibiza vibe wel een beetje. Het was allemaal niet echt meer, uh, snap je die, 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 kleuren Ibiza. Allemaal, die kleuren waren niet echt helemaal Robijnenachtig meer, maar goed. En zij probeerde met ze, maar zij zat voornamelijk te luisteren, gewoon want hij ja. hij... hij ging ook al zijn koorliederen gewoon oh. voor haar zingen. en dan en ook zeggen, Dit de is een werklied. De, de Ik ging niet zo helemaal dat een werklied. <laughs> en toen hij had hij altijd 30 liederen gezongen en toen zei ze: Ik ben heel erg moe. <laughs> Zij wou gewoon dood. Ja, dat was echt gewoon. Dat was gewoon niet vol te houden met hem. Het was echt een marteling. Oh, ja, ja, maar ja, goed. Wel een, mooie, wel een mooie aflevering. Ik geef het dus 5 sterren. Omdat ik gewoon tool enthousiast ben over lang leven de liefde. Precies. En nu gaan we dus naar. Uh, ja de oplichterij van Jumbo na, na, na de privé de privé van vorige week maar dat maakt eigenlijk ook niet inderdaad niets wel uit het is ook universeel hè, wat het er staat het is universeel in wat erin staat. Ja, en Rachel Hazes heeft altijd wel een probleem nou die staat hier dus ook weer die heel naam? groot in Ragel. Uh, ik, ik weet niet dat waar is gewoon een ongoing story ja maar zij kan Ragel is regie over de kinderen kwijt ja het zal best <laughs> Heet, heeft maar. ze die regie wel eens gehad? <laughs> komt dat een keer in de krant? Ja, het is toch wonderlijk hoe we... Elke week komt zij terug gewoon. Zij is een soort... Ja, terwijl ze helemaal niet meer in Nederland ze woont. Ze hebben volgens mij gewoon heel veel stokfoto's van haar. Ze denken van, nou, anders doen we weer eens wat met hazen. Ja, Dat kan altijd. Ja. Als we nog twee, een paar over hebben. <laughs> we weten niet wat ermee. Altijd waarschijnlijk is ze hazes. net de regie over de kinderen. Ja. Kwijt. Nee, ik zag oh. dus uh, de, de Gert Verhulst. Jouw vriendin. vriend. Je vriend, hebt gelogeerd. over uh, Binnenkijken bij Gert Verhulst verhulst, ja, dus daar moest ik heel erg om lachen omdat uh, uh, hij heeft nu een, een real life soap hè. Oh wat ja, dat is ik, waar. Wat ik ja. nooit begrijp, dat iemand, ik snap dat als je denkt goh ik, ik, ik ben aan de ar ar armoestand... Ja, en ik wil, ik... ik wil beroemd worden. Wil beroemd worden en ik, ik snap je dan dan, dan dan zou je dat kunnen doen, maar hij heeft hij, ik begrijp niet waarom hij dat doet, maar hij vindt het hartstikke leuk. Daarom vind ik het ook wel weer charmant omdat hij ja, hij hoeft het omdat niet voor het geld dus al... te doen. Nee, en hij geniet er zo van. Dus hij vindt het heel leuk om dit samen te, en alles te laten zien. Maar ik zie hem daar staan met een hele grote berg pannenkoeken. En dat is zijn leven, zeg maar. Heeft hij heeft nou een vriendin of een vriend? Heeft een vriendin? Oké. Okay. Elle. Oh, Elle. Oké, okay. ja. dat is zijn vriendin. Dat eerst was neen. hij met al die kaas van K3. Nou, niet alle of kaas. één of twee. Twee wel. Twee kaas. Maar niet tegelijk. Is, is met uh, Kaasje. En, en Josje. Die, volgens mij, is Josje een beetje. Of niet? Nee, weet ik dacht niet. dat hij niet. Ja, als je die liederen ja. zo vaak hebt gezongen, dan. <laughs> Ik ben wel door ik dit soort dingen ga zeggen. Terwijl ik wil dit soort dingen niet zeggen. Ik lok het helemaal <laughs> ja. uit je. Ja. Maar je weet dat helemaal niet. Dus ja. Nee, dat weet hè? ik helemaal niet. En ik ken haar. Natte vingerwerk. Helemaal niet. Maar ik ook uh, niet. Nee. Dus, uh, maar goed. Uh, uh, hij heeft dat dus gedaan. Nee, dus maar hij doet het dus vanuit passie. Uh, en niet vanuit geldlust. Nee. nee. Ja. Dat is echt wel grappig. Hij ja. is nog steeds een. Hij, volgens mij, wat ik in hem altijd zie. Is, hij is nog steeds een, een jongetje dat met een. Uh, met een bloknootje voor handtekeningen gaat vragen. Ja. Mee. zoiets, zo'n... Zo ja. Want de ja, showbiz is nog steeds spetterend en sprankelend voor hem. Wat ik gedeeltelijk ook wel heb. Ik vind bijvoorbeeld altijd... Ik, ik weet nog wel dat ik dacht, als ik dan naar de wereld ga door... Of ik weet niet wat ik aan het doen was... dan dacht ik, goh, ik mag gewoon iets maken voor TV. Gewoon voor ja. Nederland één iets maken. Ja. Dat, vond ik, dat vind ik nog steeds altijd bijzonder. Dat, ja, een beetje toverachtig. Ja, ik vind het ja. nog steeds leuk als ik dit lees de helft gewoon ken. je, denk ik, oh, wat grappig eigenlijk. Ja, Toen ik in raar, Nederland hè? Tilburg woonde, was het zo ver weg. En, uh, dat was ook ver weg, maar ja. dat was ook wel ver weg. Maar en nu is dat, dat vind ik heel fijn. Zo spannend. dichtbij. Ja. En toen zag ik dit, nou ja, ik weet niet wie dit. Oh, Jan. Oh ja, Oeriot, die doet dit zelf. Die krijg ik natuurlijk weer op mijn dak. Maar goed, heeft hij een stukje over Elle, Elle Pieters? Maar dat is zo: Elle overweegt carrière-move, oh. staat hier. Wat, en zal ik zeggen wat er dan staat? Elle Pieters, 56 zo, heeft sinds maart vorig jaar al geen inkomen meer. Nee, wie Tussen wil. haakjes, wat mij het kwaad maakt, is dat de politiek KLM belangrijker vindt dan cultuur. Ik heb daarom al gekeken of ik misschien in de zorg aan de slag kan. Maar dat is nog niet zo eenvoudig. Einde. Dat is dan het wil een hele Ze wilde helemaal Ze wil toch helemaal geen carrière move. Dus het, dit is. Dit, ja, dan gaan ze net zo goed iets van uh, Rachel Hazes kunnen ja, zeggen. En dan overweegt iedereen wel een carrière move. Ja. Nou, en hier is er, oh, oh, Joris Linzen. Joris Linzen vond ik altijd, die kwam wel eens dan bij de Wilders En de eerste keer dat hij kwam, dacht ik: Oh, leuk, gezellig Joris Linzen. Ja. Want die vond ik zo. Kan zo empathisch praten op het vliegveld. Hij is niet gezellig. Oh, nee, het nee, is niet gezellig. Ik leuk heb hem nooit de... ontmoet. Nee, heb je wel eens mensen die je heel erg op verheugd had en toen had je ze ontmoet, dacht je: Oh. Uh, nee, meer andersom. Misschien is dat omdat ik heel negatieve outlook op de mensen. Dat ik meestal vind dat mensen meevallen, zeg maar. Oh, want ja. bijvoorbeeld? Wie viel mee? Ja, Wie had je je iedereen. Verwacht? Nee, maar iemand. Die had je erg verwacht. Um, even denken. Nou, ik kan het zo gauw niet verzinnen. Maar... Um, nee, de enige die zeg maar samen viel met mijn beeld... was André Rieu. Oh? Ja, dat, ja, dus dat je denkt dat is die. iemand met een opgepoft ego. En dat... Is ook iemand met ja, een opgepoft dat... ego. Ja, dat is gewoon één op één. Hij was er ook met het vliegtuig gekomen. Nee. <laughs> ja, uit Maastricht, naar Amsterdam. <laughs> ja, echt waar, waar was erbij. bij? Ook bij de Wildheid, hoor. Oh ja. ja. Je, ja. ja, dat was echt dat, was, dat ik dacht, jezus Mina. Ja, maar dat is ook wel gewoon wie hij is. Ja. Dus het, het viel samen. Dat, dat heb je niet zo vaak. Dat, het echt, dat je denkt, ja, ik nee. had ook kunnen verwachten dat jij met het vliegtuig zou komen. Nee, dat is waar. Ja. Ja, dat is, en Yvette van bovenop dacht ik ook, dat is heel leuk. Vond ik ook niet zo oh, leuk. Oh nee, Nee, die vond ik een ja. beetje oh Die vind ik wel leuk. Kouderig en zo. Oh, nee, die vond ik niet kouderig. Maar weet je wie ik altijd denk dat ik een heel goede klik mee heb, terwijl ik haar helemaal niet ken? Die Ines uh, Wesky. Ja. Dat vind ik ook een hele ja, leuke. Ja, ik ken vrouw. haar dus helemaal niet. Maar... Ja, maar ze heeft humor, hè. dat is vrij belangrijk. Ja, ja. maar en dan denk ik, elke keer... als ik haar ga, ontmoeten... Wij gaan het hartstikke leuk Ja, dan worden jullie vriendelijk. Dus Wat ik leuk vind van. aan haar is dat zij altijd haar handtas bij zich houdt. Dat heeft ze ooit een keer bij Margriet van der Linde verteld. Oh. Want die zat toen een hele dag met haar in zo'n land. Hij zat alsmaar dat handtasje bij zich. En toen zag ik er bij zomergasten, en er zit in zo'n heel mooi clean decor aan die grote tafel, lag die handtas ook echt. Oh ja. Want zij weigert, als je bij een tv-programma is, altijd, oh ja, geef me je tas maar en zo, weet je. Ja. Ja. Dat denk ik ook altijd een beetje van, uh, wat doe ik nou? Geef zomaar mijn tas aan iemand. Maar zij doet dat dus ook gewoon niet. Dat nam me heel erg voor haar in. Ja, nee, maar dat vind ik altijd wel, vind ik altijd wel uh, fijn. Als ik iemand leuk vind, vind ik dat fijn. Als ik iemand niet leuk vind, vind ik dat stom. Ja, dat, dat waar. Iemand... Dan kan je denken, hey, je schreef je handtas nou eens af, mens. Want bij Trump bijvoorbeeld, dat hij nou de Dat hij nooit zijn handtas nee, maar dat hij niet bij de inauguratie was... Dat vind ik aan de ene kant vind ik dat natuurlijk super stom. Aan de andere kant denk ik, ja, hij doet gewoon wat hij echt wil. Hij, ik was ik, ik wel blij dat hij er niet was. Ook, maar ik vond ook wel weer iets hebben dat ik denk, hij maakt hem gewoon geen ruk uit. Hij ja. kan niet ergens verliezen en hij wil er mm. gewoon niet zijn. En dat vind ik ook wel weer iets. Dus heel authentiek. Ja, als ik dan iets positiefs aan hem kan vinden. Maar wie had je nou net, want we kwamen hierop. Omdat Joris jij... Lintzen. Oh ja, oh dat was eigenlijk, ik dacht dat er gewoon een rol over hem was. Oh ja, dat dat was helemaal niet. ja, Jan Oriot had iets, uh, gezinsuitbreiding. Oh, Oké, okay. nou ja, goed. Is het feitelijk of meer misschien gezinsuitbreiding? Oh, Nikkie van zijn vrouw is bij hun komen wonen om te studeren in Utrecht. is een verhaal. Ja, nee, dat ja, weet je ja, Jan Oriel. al meer, hè? Dat vorige week gebeurd. Ja, nou goed, en, en, en uh, dat seks sinds hij weer terugkomt, daar heb ik niet Oh, daar zit bijzondere... ik ook zo niet op te wachten. Nee, ik dat vind ik zo oude koek. Ja. Weet je, dat vond ik leuk in de jaren, wat was het, 90, voelt ja. het? En dat is niet meer leuk. Nee. Het is voorbij. Ik heb hun wel eens een keer, ik heb die... Jessica Parker roos. <laughs> nee, Jessica weet het ook. Sarah Jessica, Sarah Jessica Parker. Jessica Parker ja. En uh, Matthew Broderick heb ik wel eens een keer ontmoet. Maar daar ga ik echt? andere keer over vertellen. Oh, maar daardoor wil ik nooit meer met iemand op de foto. Jezus, ik vind het echt wel een hele <laughs> grote hangen hoor. Ja, maar volgens mij is het een weerlig het aan We moeten nu idee. even gauw het probleem gaan doen. Dus um, uh, dat vind ik ook wel fijn altijd dat mensen in in, 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 in dingen zeggen in uh, recent zeggen. Oh, jullie zijn zo kort. Maar, maar denk eraan: liever iets kort dan te lang. Ja, dat is wel waar. Beetje... Sowieso in het leven wel, hè? Um, even kijken, hoe doe ik dit ook weer zo? En dan nu komt het probleem, hoor. Ik weet niet of dat altijd in het leven is, hoor. Hoi, Aaf en Mark-Marie. Ik heb een probleem voor Vraag het Aaf. En dat is het volgende. Ik ben inmiddels 3,5 jaar samen met mijn vriend... en we zijn eigenlijk wel toe aan de volgende stap. We zouden graag willen gaan samenwonen. En nu is het zo dat ik uit Amsterdam kom... en mijn vriend uit een dorpje in Brabant. Hij wil graag in zijn geboortedorp blijven wonen... of in Brabant, terwijl ik dat een beetje te ver weg vind... Van mijn huidige leven en een tussenoplossing zoals bijvoorbeeld Utrecht ziet hij ook niet echt zitten. Dus zoals jullie misschien wel begrijpen is het een lastige situatie. Uh, ik ben daar wel heel erg benieuwd hoe jullie dit probleem zouden oplossen. Ja, ik, ik vond het een hartstikke goed probleem. Ik, ik vind het eigenlijk ook echt een programma voor, voor Iets met Martijn KB-achtig, weet je wel. Ja. Van uh, waar gaan we wonen? Ja. Waar niet met Nicolette van Dam is. Maar um, nee, ja, sowieso met um, Martijn Grabee. Ja, Martijn Grabee. Die ziet prima. dat heel goed doen. dat ook wel doen, ja. Ja, ik, ik dacht meteen aan jou, want jij verdeelt je leven nota tussen deze I twee plekken. Ja, dus ik zat ook te denken, als, het, als, die, als die, die, de, 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 zijn vriend dus in Brabant, misschien bij zijn ouders of zo, dat ze daar de zolder zouden kunnen inrichten. Als, als ze daar zijn, dat ze toch een beetje een eigen plek ja, hebben. Heb jij dat Ja, want je, ik, ik vind eigenlijk dat als je uh, in Amsterdam woont. Waarom zou je allebei in Utrecht gaan wonen? Dan zit je allebei in een compromis-situatie. Ja, dat is niet ja. goed. En als ze um, twee in Amsterdam gaan wonen en ze zouden in Amsterdam, zeg maar, in, in, in Brabant ergens dus een, een, een zolder of een. Of een een leuk, 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 leuk appartementje. Ja, iets kleins waar ze gewoon kunnen slapen en kunnen, maar niet langdurig hoeven zijn, zeg maar. Maar dat kan ja. dat ze wel hun eigen plek hebben. Want je, ik, 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 ik zou het als je. Amsterdam gewend bent, is het moeilijk om in een kleine plaats in, in, in Brabant gelukkig te worden. Maar je is niet het vandaan. niet ook andersom zo dat als je uit een klein plaatsje in Brabant komt, dat je denkt, jezus, Amsterdam? Nee, want ten eerste, als je hier dan een tijdje, als je in Amsterdam een tijdje woont, merk je dat Amsterdam helemaal niet groot is. En ten tweede kan je dan hier in Amsterdam gewoon je eigen Brabant een beetje maken. En in Brabant je eigen Amsterdam maken is een beetje moeilijk. En hoe maak je je eigen Brabant? Nou, met Brabantse vrienden... <laughs> Brabantse worstenbroodjes. <laughs> en geruite gordijnen. <laughs> en uh, koffietafel. En koffietafel dag en nacht. Nee, maar bedoel, je kan, je kan dan een beetje gewoon uh, uh, je eigen uh, 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 groepje opzoeken, zeg maar hier. Ja. Er zijn heel veel Brabanders in, in Amsterdam. Brabantse expats. Ja, Brabantse experts. Nee, nou, die kan je hier gewoon opzoeken. En, uh, uh, en, dan, en, en dan kan je af en toe nog naar Brabant toe. Ik zou van mijn vriend niet. Ja, goed, te horen wie het zegt. Ik bedoel, en mijn man is natuurlijk helemaal uit Achrij gekomen. Maar ik, bedoel, ja. ik, 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 ik zou niet helemaal van hem uh, dat hij uit Amsterdam zou moeten. Maar nee. wordt hij niet gelukkiger van namelijk? Ik dacht nog aan een andere oplossing: gewoon uh, blijven latten. Want hij zegt zo: we zijn toe aan de volgende stap in onze relatie. Die stap hoef je niet te nemen, hè? Nee, maar, maar, maar het, het voelt alsof ze er allebei aan toe zijn. Om ja, maar hem te ook nemen. weer niet, want ze zitten zo heel erg met hun. hun uh, noem je dat ook? Maar weer? het is zo leuk om samen te wonen. Ja, vind ik ook. Ja, en dat vinden zij ook. de hoor ik aan hem. Hij wil gewoon ook gaan, gewoon. Zij willen dan ja. gewoon samen gaan wonen. Ja, ja dus eigenlijk twee huizen. Jij ja, een klein huisje? Ja, precies. Een klein huisje. bij iemand. Misschien gewoon in daar, bij die ouders op zolder. Of ja. vraag dat je daar gewoon echt kan zijn, dat je daar een thuis kan maken. Ja. En dan Amsterdam als, als hoofd. Uh, ja, uh, met Brabantse uh, invloeden. Met, met Brabantse invloeden en, en misschien dat hij dan iets meer met de zachte G kan gaan praten om hem dan tegemoet te komen of zo, snap je? Zo moeilijk is dat. Nee, zo moeilijk is het niet. Nee. Dus uh, maak die transitie, dat zou, ik, uh, dat zou mijn advies zijn. Ja, nou, ik vind het een mooi advies. Dat is toch een mooi advies. <laughs> ik krijg vijf sterren. Ik sloeg gewoon <laughs> naast, de telefoon hoor. Is... Ja, maar dat vond ik ook wel een leuk effect. Ja, dat heeft ook iets moois, iets Afrikaans meer achter. Maar um, nou ja, volgens mij uh, zijn we dan aan het eind gekomen van... Uh, zeker. Uh, ja, we, we hebben ook sterren gegeven, alles. We zijn sterren niet vergeten. Gegeven. Lesbisch raad. vallen besproken. Ik zeg tot volgende week. Tot volgende week, tot dan dan.